Stel, een kind heeft autisme hier op school. Het is al duidelijk dat het autisme heeft. Het heeft geen indicatie, dat kan. School loopt tegen toch bepaalde zaken aan waarvan ze zeggen van... hey, doen wij wel alles wat nodig is? Dan kunnen zij een aanvraag bijvoorbeeld bij het expertise-team indienen. Dan zal ik, omdat ik al op deze school kom als AB'er, samen met de school gaan kijken van wat doen jullie en wat is er nog nodig. Stap 1 is dat zij een aanvraag indienen. Stap 2 is dat wij een gesprek plannen met ouders en school en de hulpvraag verhelderen. Zodat ik ook in mijn observatie die daarop volgt gewoon heel goed kan kijken wat er al gebeurt en wat nodig is. Als er meerdere hulpverleners bij betrokken zijn, zullen we die ook in het gesprek daarin betrekken. Omdat ik denk dat de transfer van verschillende gebieden naar de school heel belangrijk is. Aan het eind krijg je dan een advies waarin staat wat de te volgen route is. En dat kan zijn een stuk binnen de hulpverlening uitbouwen. Dat kan zijn kleine aanpassingen in de klas. En vervolgens kan de school daar dan weer mee verder. En als het nog niet goed gaat? En als het nog niet goed gaat, dan kan het zijn dat een van de adviezen is... jullie hebben alles gedaan wat nodig is voor dit kind. Maar de problematiek is dusdanig dat het kind niet voldoende kan profiteren van het onderwijsaanbod... je ziet dat het welbevinden niet goed van de grond komt. Dat het kind zich niet prettig voelt binnen school. Of dat de omgeving er dusdanig last van heeft dat het onhoudbare situatie is. Dan zal er een indicatie aangevraagd moeten worden. En dan ga ik ondersteunen bij het zoeken naar een passende school, een passende plek voor dit kind. En dat kan zijn echt helemaal naar het speciaal onderwijs. Maar dat kan ook zijn een combinatie bijvoorbeeld van deeltijd-dagbehandeling en dan toch op deze school blijven. Dat is per kind is dat heel erg verschillend. Soms de combinatie deeltijd-dagbehandeling en toch hier naar school is ook al voldoende. Mits er wel ook heel goed contact is met de hulpverlening.